Dank u wel, voorzitter. En ook uit mijn naam veel dank aan de rapporteur en de schaduwrapporteurs voor het uitstekende werk wat zij gedaan hebben. Ik heb vanmorgen gehoord dat velen, inclusief de Europese Commissie, heeft benadrukt hoe belangrijk de economische voordelen zijn van die circulaire economie. En terecht, het was McKinsey dat anderhalf jaar geleden verklaarde dat de circulaire economie het toekomstige politieke economische project zou moeten worden. Dat project waar we al zo lang naar zoeken. Maar als we zo overtuigd zijn van die economische voordelen, dan moeten we geen half werk verrichten. Dan moeten we ook vol overtuiging voor die circulaire economie gaan. Want de fantastische eigenschappen van een cirkel gelden alleen als die volledig is en niet bij een halve cirkel. En daarom hebben wij terecht die recyclingdoelen omhoog gegooid. Ik verwacht ook daar volledige steun van de Europese Commissie. Want de doelen van het parlement zijn de preferred option in de impact assessment. Dus ook in de onderhandelingen met de Raad hoop ik van harte dat de Commissie ons volledig ondersteunt. Dank u.